Vandaag maak ik een Italiaans gerecht, meer bepaald uit Sardinië, dat ik heb leren eten in Japan. En ik heb het geleerd van Valentina, een studente die ook in Osaka studeerde. En zij had het dus voor ons klaargemaakt en ik vond het zo lekker dat ik het vandaag ook voor jullie wil maken. Hier is pasta Carlo Fortina. Cuccio la pasta per 9 minuti in acqua bollente salata. Een rode ajuin fijn snijden en aanbakken in wat olijfolie. Een paar kersttomaten ook overlangs snijden en toevoegen. Ik mag 2 minuutjes bakken voordat ik nog 2 eetlepels pesto ga toevoegen. Alles goed onder elkaar mengen. En nu een ingrediënt dat ik er heel raar bij vond, maar dat er wel perfect bij past. Een blikje tonijn. Pasta afgieten en dan mag je direct bij. Adieuren. Dit mag in een bord en dan afwerken met pecorino. Als je dan niet hebt, is parmesan ook goed. En zwarte peper. Valentina, grazie per questo piatto e buon appetito. Ah ja, en like en subscribe ook.